Hoi allemaal, welkom terug bij een van de filmpjes. Zoals je zag aan de titel ben ik er vandaag weer met een grote Primark shoplog. Afgelopen week is er ook al een Primark shop met mij online gekomen. Dus als je die nog niet hebt gezien, die zal ook nu online staan op mijn kanaal. In die video heb ik jullie helemaal meegenomen de winkel in. Laten zien wat er op dit moment in de winkel te koop is. En vandaag ga ik jullie dus allemaal laten zien wat ik op deze shoptrip heb gekocht. Het is best wel wat, zeg ik alvast. Pak er eventjes lekker een theetje, een koffietje bij. Ontbijt, avondeten, ik weet niet wanneer je dit kijkt. Want ik heb namelijk hier 3 tassen naast mij staan. Ik ga proberen het weer zo vlot mogelijk doorheen te gaan voor jullie. Maar er zit weer van alles bij. Van beauty, woon tot kleding. Dus laten we snel beginnen. Voordat we erin geduiken, ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet vooral niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En als je dat belletje ernaast aanklikt, weet je zeker dat je geen enkele video van mij hoeft te missen in de toekomst. En laten we er dan nu in gaan duiken. Laten we als eerste beginnen met de woonspulletjes. Ik moet even een shout-out geven, want de Primark in Eindhoven heeft super netjes gedaan. Ze had het allemaal netjes ingepakt. Echt met plakband en papier eromheen. Zodat alles mooi thuis is aangekomen. Als eerste heb ik dus deze plantenpot vaas. Je zou het voor van alles kunnen gebruiken in dat opzicht. Deze hadden ze in 3 kleuren. Deze nude, beetje roze kleur die ik heb. Een wat donkerder roze kleur. En een oranje, rodige, bruinige kleur. Beetje aparte kleur. Die 3 opties hadden ze in elk geval. Ik ben voor de licht, naturel roze tint. Zoals je kan zien aan mijn achtergrond ben ik daar heel erg fan van. Dus toen ik deze zag, ik was gelijk verliefd. Vooral omdat ik had al zo'n soort gezien. Volgens mij was dat bij de Zara Home, als ik het goed heb. En die was toen iets van 35 euro. En toen dacht ik, ja, dat kan ik niet verantwoorden. Maar deze was 7 euro. En ze hadden trouwens ook een hele grote. Heb je allemaal kunnen zien in mijn shop met mijn video. Maar ik heb in elk geval deze wat kleinere nude kleur meegenomen. Ik vind hem zo ontzettend cute. Je hebt dus de lijn van de neus erop zitten. Mondje en 1 knipoogend oog, zeg maar. Of een dicht oog. Wel bij deze even een tip. Pas op, want heel veel zijn beschadigd in de winkel. Ik heb er echt een paar even op moeten pakken, controleren en de mooiste, de netste, die helemaal heel was, meegenomen. En deze werd dus maar verkocht voor 7 euro. Dan ook, deze zit ook heel netjes ingepakt zoals je kan zien. Dus daar ben ik heel blij mee. Deze ben ik zo blij mee, jongens. Ik raak hier gewoon op slag verliefd op. Hij heeft een spiegelbodem, die zit wel los, dus daar moet je voor oppassen, want hij valt hier namelijk in van die, houders, zeg maar. Dus hij ligt er plat op. Spiegel dus. En aan de zijkant heeft hij allemaal gouden rondjes. Heel simpel, subtiel, mooi goud ook. Niet te, zeg maar, als dat logisch klinkt, niet te geel goud, weet je wel. Ik raakte er gewoon gelijk verliefd op. Ik weet nog niet goed waar ik hem ga gebruiken. Of beneden misschien. Of hier zo bij mijn make-up tafel misschien leuk om te gebruiken. Ik weet nog niet precies. Maar ik kon hem in elk geval niet achterlaten voor 7 euro. Want iedere keer zit ik altijd naar zulke dienbladen of hoe je het wil noemen te kijken. En ze zijn het altijd net niet, vind ik. En deze vond ik echt precies prachtig. En ze hadden trouwens ook meer opties met andere vormen aan de zijkant. Eentje die recht was met golven er doorheen. Maar die vond ik niet zo mooi gelast. Daar zag je alle lastpunten zeg maar heel goed in. En bij deze was dat niet zo. En voor 7 euro heel, heel erg mooi. Dan ook, dit had ik echt heel hard niet nodig. Zoals jullie weten heb ik een ontzettende tassentik. Dus toen ik deze zag, ja, ik heb echt heel lang lopen twijfelen. Want ze hadden hem in deze kleur. Deze beetje oud-rozige tint. En ze hadden hem in het donkergroen en in het zwart. Maar donkergroen en eigenlijk deze kleur roze zijn mijn 2 favoriete kleuren. Dus ik heb de hele tijd lopen twijfelen. Uiteindelijk deze meegenomen. Misschien in de toekomst nog dat ik die andere doe. Want ik vind hem namelijk zo mooi. Hij is van dat heel zacht nepleer. Zeg maar, hij is helemaal squishy. Heeft hij een hele grote flap hiervoor. Met borduurde driehoekjes erin. En iedere keer waar het zich kruist zit een stut. En die is ook heel tof met heel veel verschillende hoeken erin. Die zijn goud. Deze flap klik je dus helemaal open. Zit namelijk een magneetje aan de voorkant. Dan zit er nog een luchtzakje in zo te zien. Hij komt dus ook met een lang hendel. En hij heeft hier dus 1 groot vak en ook nog een ritsvakje aan de binnenkant. En je kan hem dus ook gewoon zo dragen aan dit hendel wat je eraan krijgt in het goud. Heel chunky. Ook heel cute moet ik zeggen. Ben ik ook zeker fan van. Maar ik vond het ook heel cool. Ze hadden namelijk bij de paspoppen dat hij zo voor gedrapeerd zit. En dan met het lange hendel over de schouder. Vond ik er ook echt gewoon geweldig uitzien. En de tassen van de Primark zijn heel goedkoop. Deze werd verkocht voor 14 euro. Vind ik echt een geweldige prijs voor deze tas. Ik raakte op slag verliefd gewoon. Dus ja, bij de Primark zo budget. Kon ik niet achterlaten. Had totaal niet nodig, maar werd er helemaal blij van. Dan ook, waarschijnlijk als jullie deze video kijken, zijn we in Disney of bijna. We gaan namelijk heel spontaan naar Disneyland. Hebben een heel kort tripje, nou heel kort, 3 dagjes zeg maar naar Disneyland geboekt. Voor Disneyland is dat best aardig. Maar het was heel spontaan. We wilden allebei gewoon heel graag tussenuit. En ik zag nu deze bij de sale hangen, bij de kleding. En dat is deze trui met Donald Duck erop, die een beetje grumpy kijkt. En eronder staat Walt Disney World
Classic. Ik zal het trouwens een beetje opschuiven. Dan krijgen jullie nu een aanbeeld hier zo te zien. Ik heb deze expres heel groot genomen. Dit was de grootste maat die er was. Waar ik heel blij mee was. Want de rest waren volgens mij XS en S. Dus ik was er blij dat er nog één grote optie was. En vooral met zulke sweaters of truien. Dan hou ik ervan om lekker oversized te dragen. En ik dacht, het is heerlijk in Disney. Want waarschijnlijk als we gaan is het best wel fris. Plus, ik wil gewoon comfy zijn. Dus deze draag ik dan op een legging. En hij was van, volgens mij staat hier 16 of 18 euro. Nu naar 7 euro. Dus daarvoor dacht ik, hartstikke leuk. Neem ik mee naar Disney. Ben ik comfy in stijl. Vond hem gewoon echt heel erg leuk voor dat geld. En na Disney kan ik hem gewoon, weet je wel, als in-huis comfy kleding dragen. Dan over in-huis comfy kleding gesproken. Deze hele tas hier is gevuld met pyjama's. Eindelijk. Zoals jullie weten ben ik geobsedeerd met de pyjama's van de Primark. Ik draag ze altijd thuis. Dat is zeg maar mijn werkkleding als ik aan het editen ben. En het liefste wacht ik dan altijd op de sale bij de Primark. Maar dat was al even geleden. Maar nu dat ik ging, gelijk de eerste dag dat ze open gingen, was eigenlijk vrijwel alles wat in de sale in de winkel wat niet nieuw was. Omdat ze natuurlijk niet de kans hadden gehad om de normale sale items te doen. Ging nu alles van de afgelopen 3 weken in 1 keer bam in de sale. Dus er waren super veel pyjama's in de korting. Dus ik heb mijn slag geslagen. Ik heb 3 setjes gekocht. Ik schrijf weer even op zodat jullie hier een aanbeeld krijgen. Als eerste denk ik mijn favoriet. Deze is namelijk van Harry Potter. En die had ik al een keer vast gehad. Maar ik vond het gewoon iets te duur. Maar deze is echt intens zacht. Als ik zeg intens zacht, jongens, deze moet je echt gaan voelen in de winkel als ze nog bij jou hebben. Hij voelt super zacht, velvet. Op de top krijg je het HP logo met de snij. En aan de onderkant heeft hij hier ook dit strikje met touw. Volgens mij kun je hem dan iets strakker maken, maar dat hoeft voor mij echt niet. Wel echt heel leuk dat dit goud ook zo helemaal reflecteert erop. En deze, zoals ik dus al zei, selling point is hoe zacht hij is. Hij is zo zacht. Ook aan de binnenkant, dus je bent gewoon super comfy. En ik heb dus ook de broek erbij gekocht. Die is precies hetzelfde. Alleen deze heeft op 1 been helemaal naar beneden Hogwarts erop staan. Met het logo van Hogwarts. Hier zo. Echt super leuk. Ik vind hem echt heel leuk. Zoals jullie weten, waarschijnlijk ben ik geobsedeerd met Harry Potter. Dus ja, geweldig. Als ze dan ook nog zo lekker zacht zijn, weet je, dan kan ik het echt niet laten. En deze was de broek eerst 12 euro, nu 6. En de top was eerst 12 euro en nu ook 6. Dus in plaats van 24 euro, nu 12 euro voor deze set. Helemaal blij mee. Dan de tweede set die ik heb gekocht is van Barbie. Wat mij voornamelijk zeg maar aantrok was de top. Want die is super fuzzy. Dat is echt van dat teddy materiaal. Deze was oorspronkelijk 17 euro, nu 10. Ik moet zeggen, deze top zou ik zelf ook haast gewoon naar buiten dragen. Want ik vind hem gewoon hartstikke leuk. Heel licht poederroze. Barbie op de voorkant. Dat was zeg maar de selling point. En dan heb ik ook de legging ervan. Het is niet echt een broek te noemen. Het is meer een legging. Wordt en hier zo op staat Barbie op het been. Deze heb ik voor eronder. En deze was nu van 10 naar 5 euro. Ze hadden volgens mij ook een fuzzy broek van Barbie die eigenlijk meer bij de top hoorde. Maar die was alsnog ook 10 euro afgeprijsd. En deze was nu van 10 naar 5. En ik dacht, ja, dat vind ik ook gewoon helemaal prima en lekker. Dus in plaats daarvan deze erbij gedaan. Het is alsnog Barbie met diezelfde poederroze letters op het been. Dus ik vind dat deze er ook alsnog heel goed bij past. Dan ook, deze lijkt echt heel erg op de top die ik op dit moment aan heb, merk ik nu. Maar deze set is zeg maar gewoon van Primark eigen. Er zit geen licentie op of zo van een programma of whatever, of een film. Maar deze vond ik gewoon heel tof. Deze heel baggy, zacht, super zacht ook aan de binnenkant. En deze heeft een tie-dye effect in het wit, crème, bruin. De top was eerst 12 euro, nu 6. Die heb ik lekker baggy genomen. Ziet er echt heel erg lekker uit. En dan heeft hij ook een soort pyjama joggingbroek. Heeft ook echt trouwens zakken erin zitten, wat heel erg fijn is. En deze leek me gewoon echt top. Deze set zou ook nog gewoon voor mij persoonlijk prima zijn om de hond in uit te laten. Dat zou ik gewoon doen. Jas eroverheen. Klaar. De deur uit. Toen ik deze zag, dacht ik, oh, deze vind ik echt heel leuk. Lekker comfortabel voor als ik thuis aan het werk ben. En deze broek was nu ook van 12 euro naar 6 euro. Dus dat scheelde heel veel geld. Ze hadden ook van Stranger Things. Helaas niet meer in mijn maat. Maar die vond ik ook heel leuk. Van alles en nog wat eigenlijk om op te noemen. Ze hadden er 4 rekken volgens mij aan pyjama's in de sale. Dus als je nog op zoek bent naar een lekkere pyjama, dit is echt de kans om in te slaan bij de Primark. Dan ook, in dit gedeelte was heel eerlijk wel een beetje een puinzooi bij de Primark. Want ze hadden namelijk alle cadeautjes die je voor kerst zeg maar kon geven in de sale.
Want ze hadden heel veel over natuurlijk, omdat de winkels dicht gingen met de kerst. Net iets ervoor, zeg maar. Dus heel veel hadden ook nog niet hun kerstinkopen gedaan. Maar deze dingen zijn zeg maar niet kerstgebonden. En het was een beetje een drama om erbij te komen. Het was ook niet goed te filmen, dat gedeelte. Maar ik heb wel 3 sets meegenomen. En deze ga ik weggeven op mijn Instagram. Ik weet niet of die al online zal staan als je deze video kijkt. Misschien wel. Dus ga vooral even kijken op mijn Instagram als je kans wil maken. Maar al deze sets ga ik dus weggeven. Want ik heb echt goede deals gemaakt. Als eerste heb ik deze set gekocht. Die vond ik echt heel mooi. Ik heb echt wel een beetje opgelet dat ik de netste dozen had. Want sommige waren echt heel erg mishandeld. Deze was nu namelijk afgeprijsd van 12 euro naar 3. 3 euro hiervoor, jongens. Echt heel weinig. En dit is een Hair Miracles Hair Mask Hair Detangler en Hair Towel. En je kan hier zeg maar voelen hoe fluffy het is. Hier zie je wat producten en de borstel. Ik vond het gewoon echt een hele leuke set. Dus dat is de eerste die ik meenam. De verpakking trouwens vind ik ook 10 uit 10 met al die sterretjes eroverheen. En nu voor maar 3 euro. Dan ook, en dit is mijn favoriete set die ik heb opgepikt. Dat is namelijk deze make-up brush set. En deze is zo mooi. Want ze hebben allemaal een beetje swirly verf effect in crème met licht roze. Je krijgt hierin 4 verschillende kwasten en 2 blending sponsen. Ze zien er, moet ik zeggen, op eerste indruk echt heel erg goed uit. Gewoon ook qua verpakking natuurlijk ook. Maar qua eerste indruk ziet het tof uit. En deze waren oorspronkelijk 10 euro en nu 2. 2 euro hiervoor. Echt zo tof. Ik denk dat het ook nu echt het moment is om deze dingen in te kopen voor verjaardagen en zo. Want ik denk wel echt dat ze heel snel zullen gaan. Want ja, dit is niet kerstgerelateerd. Ook al is het oorspronkelijk van de kerstcadeautjes. Je ziet er niks kerst aan en het is nu echt zo weinig geld. En dan de laatste set en die 3 dus samen ga ik weggeven op mijn Instagram. Dit is de Wellbeing Gio Guashi. Dan heb je dat woord weer. Die kan ik niet uitspreken. En Ice Roller. Dus lekker even een spa voor jezelf momentje set. En deze is van 10 naar maar 2 euro. Heel heel erg tof. Vind ik ze allemaal. Daarom heb ik ze meegenomen. En ik wil ook graag een van jullie er blij mee maken. Dus dan is het helemaal betaalbaar. Want dan betaal je niks. Dan geef ik het aan je. En trouwens bij deze op de achterkant staat ook helemaal omschreven hoe je de tools die je erin krijgt kan gebruiken. Dus dat is ook heel erg fijn. Dus ja, zeker een aanrader om dus bij die cadeautjes te gaan kijken. Ze hadden veel meer leuke dingen, maar ik kon gewoon niet, heel eerlijk gezegd. Ik wilde eigenlijk meer halen, maar het was zo'n gekke huis. Echt, mensen waren echt doorheen aan het gaan. De rest van de Primark was heel rustig, maar letterlijk iedereen die de winkel inkwam, ging ze wat naar dat sale kerstcadeaus gedeelte. Dan ook heb ik 2 tops om te laten zien, dus daarom ben ik weer even naar de zijkant. Als eerste, deze vond ik zo ontzettend cool, in de zin van echt perfect voor een filmtop. Hij is lila, hij heeft allemaal swirlies erover. En hij is zo zacht, jongens. Hij zit zo lekker comfortabel. Het is echt een heerlijk stofje. En hij kostte maar 10 euro. Deze is officieel zeg maar van de nieuwe lentelijn. En wat heel leuk is, is het detail aan de achterkant. Want daar heeft hij namelijk zo'n halve cirkel. Vond ik heel heel erg leuk. Kan je ook zelf strakker aantrekken en strikken. Voor 10 euro moet ik zeggen, is die echt heel erg vet. Ik ben er heel blij mee. Hij is super comfy ook. Dus ik heb hem ook al trouwens stiekem aangehad op TikTok. Daar post ik de laatste tijd echt heel erg veel. Sowieso 1 keer op de dag, soms 2 keer op de dag de laatste tijd. En daar is het ook een perfecte top voor. Dus dit is voor mij echt zo'n filmtopje. Normaal gesproken draag ik niet echt crop tops, behalve als ik aan het filmen ben. Dit is ook een crop top die ik vandaag aan heb. En bij de sale, en dit vond ik ook echt een mega Noël topje. Deze heb ik ook al aangehad. Dus moet ik even husselen. Maar ik vond deze zo leuk. Hij heeft allemaal streepjes in het een beetje gelig, bruin, roze, paars, lichtroze en wit zitten er overheen. Heel erg Noël topje. Lange mouwen. Helemaal geweldig. Gaat ook aan de voorkant met wat knoopjes. En deze had ik dus in de sale gevonden van 10 naar 5 euro. Ze hadden deze ook in het meer geel-groenig. Die zou ik eigenlijk ook heel graag willen hebben. Maar die hadden ze alleen nog in het XS en S helaas. En deze hadden ze nog wel in mijn maat. Dus daar was ik wel oprecht heel erg blij mee. Ook de kleding. Heel veel de sale. Er was gewoon mega veel sale, jongens. Dan ook, deze vond ik zo mooi en ik baal dat ze nog maar 2 hadden. Maar die heb ik wel allebei meegenomen, want ik kon ze gewoon niet achterlaten. Dat zijn namelijk deze onderzetters. Dit is 1 setje, krijg je er 2 in. Het liefst had ik dus ideaal 3 setjes kunnen kopen, maar helaas was nog eentje van deze. Wat ik ook zeker begrijp, want hij is super mooi. Het is een soort, het is echt steen. Hij is intens zwaar en hij is wit en hij heeft allemaal van die karteltjes erin en daar hebben ze goud in gestopt. Aan de onderkant heeft hij van die anti-slip grip dingen. Waardoor het ook niet de tafel zal beschadigen. Wat heel fijn is. Deze set van 2 is 6 euro. Is een beetje zeg maar prijzig als je nadenkt voor de Primark voor 2 onderzetters. Maar dit is echt steen. En daar
daarvoor vind ik ze betaalbaar. Als het aan mij had gelegen, had ik hier 3 van gekocht. Helaas was er dus nog maar eentje, maar ik vind ze echt heel mooi. Sowieso qua het homegedeelte. In Eindhoven sowieso is het woongedeelte nu bijna de hele onderverdieping. En de spullen zijn zo vooruit gegaan. Dus ja, heel erg blij mee. Dan ook heb ik wat panties meegenomen als eerste. Even lekker honden-DJ meegenomen. Hierin krijg je 3 paar voor 7 euro. Lekker betaalbaar. En deze zijn dus echt lekker dik. Wel fijn nu ik het telkens zo koud heb om naar buiten te gaan. Ik gebruik meestal alleen 80-DJ, maar laatst had ik het echt koud. Ik dacht van oké, ik neem een pakje 100 mee. Niet heel spannend, maar die zijn oprecht heel erg fijn van de Primark. En een andere bij de panties die ik meenam was deze. Ik vind het heel leuk dat ze nu fashion tight in de grotere maten ook maken. En deze vond ik heel tof. Deze heeft namelijk een ruitjespatroon erin zitten met allemaal gaatjes eruit. Vond ik gewoon heel erg leuk. Was 4 euro. Als je dan meer een saaier, ja niet, hoeft niet saai natuurlijk te zijn. Maar als je meer een basic jurkje aan hebt, denk ik dat deze er heel leuk onder zou staan. Ik ben echt fan van de fashion tights de laatste tijd van de Primark. Dan ook kocht ik wat nepnagels. En als eerste kocht ik deze. Daar heb ik er namelijk 3 gelijk van gekocht. Dit zijn de Halloween nails in Ghostly. En ik moet zeggen, met Halloween heb ik helemaal geen Halloween nagels gezien in Eindhoven. Wat ik heel jammer vond. Maar nu dus, nu ze open zijn, hadden ze ze ineens. En ze waren dus van nu van 3 naar 1. En ik vind ze gewoon zelf heel eerlijk gewoon leuk. Deze zou ik ook gewoon dragen als het geen Halloween is. Ze zijn namelijk heel schattig. Je hebt een vrij naturelle nagel met een beetje oranje-groenige glitters eroverheen met een vleermuisje. Je hebt een spookjesnagel. Je hebt een spookjesnagel met vleermuisjes en steentjes. En je hebt gewoon simpele oranje nagels erin zitten. Nu dus lekker budget. Ja, heel erg blij mee. Ik kan niks anders zeggen. En bij de nieuwe nagels, dit keer was er helaas maar eentje die ik leuk vind. Maar die vind ik wel echt heel erg leuk. Ze hebben namelijk weer Disney nagels. Yay! Dit was het enige paar die ze hadden, maar het is zo lang geleden dat ik Disney nagels heb gezien bij de Primark. Deze waren 3 euro en het heet Bambi en Thumper, maar we krijgen alleen Bambi erop, geen stampertje. Want we hebben op de nagels, sommige zijn roze met gouden flakes erop en Bambi silhouet. En we krijgen een soort vlinderbloemetje of zo lijkt het, met een roze witte nagel. Heel heel erg mooi. Mooi kleurenschema, daarom werd ik ook gewoon heel erg blij van. En alles met Bambi vind ik leuk, sinds dat wij ons hondje Bambi hebben. Die is ook vernoemd zeg maar naar de Disney film. Dus ja, deze werd ik heel erg blij van. En ik hoop dat ze meer Disney nagels weer gaan maken. Want dat was even geleden. Dan ook natuurlijk heb ik nepnagellijm ingeslagen. Ik krijg die vraag nog steeds. Volgens mij ook als je mijn naam op YouTube invult, zie je nepnagels het meeste achter staan. Dat jullie dat het meest hebben gezocht. Ik gebruik deze lijm nog steeds. Dit zijn de Dries in 15 Seconds False Nail Tip Glue. 80 cent, 2 potjes. Hebben wel een gebruiksaanwijzing moet ik zeggen. Maar ik heb een hele video op mijn kanaal hoe je die moet gebruiken. Is wel een wat oudere video. Maar daar kun je precies in zien hoe ik deze gebruik. Hoe ik mijn nepnagels doe. En dan doe ik er vaak rond de 2 weken mee. Dus dat is echt heel erg fijn. Dan ook, deze had ik al gedeeld op TikTok. Want ik vond deze zo ontzettend leuk. Totaal niet nodig. Maar toen ik het zag, dacht ik, dit is geweldig. Dit is namelijk de Harry Potter Manicure Set. Wordt verkocht voor 3,50 euro. En het is de vorm dus van een brief. Hoe geweldig is dit? Aan de voorkant krijgen we Hogwarts. Erin zit er echt geïmbust, zeg maar in. Hebben we een wax seal. Op de achterkant hebben we dus ook Harry's naam en adres waar de brief heen moet. Zoals we kunnen zien in de films. Vervolgens gaat hij dus gewoon met een klikkertje aan de voorkant open. Dan aan de binnenkant heeft hij wel een Gryffindor-patroon. Ik weet dat sommige mensen dat misschien niet leuk zouden vinden. Maar Harry Potter is natuurlijk van zichzelf een Gryffindor. En hierin krijg je dus een reissetje. Met een pincetje, een schaartje, een kniptangetje en een veldje. Echt heel erg leuk. Ze zijn dus heel klein allemaal. En deze heb ik dus voornamelijk voor het uiterlijk gekocht. Maar ik dacht, dit is ook heel erg handig. Want laatst toen we op vakantie gingen naar Tenerife, hadden we ook echt een veldje nodig. Want toen had Luc een ingegroeide nagel. Toen hadden we een nagelschaartje nodig. Te veel info. Maar in elk geval, dat hadden we niet meegenomen. Dus die hebben we daar moeten kopen toen. Dus ik dacht, dit is wel heel handig dat we die gewoon altijd meenemen als we ergens naartoe gaan. Dat je het gewoon hebt. Als je het nodig hebt, dat je het dan in je tas hebt. Als eerste, deze heb je denk ik al kunnen zien bij mij. Want die heb ik al een keer in een andere shop met mij gefilmd. Dit is namelijk een van de tarotkaartkettingen. En zoals jullie weten had ik de zon was het volgens mij en de maan meegenomen de vorige keer. Want ze kostten maar 2 euro. Maar nu waren ze dus in de sale. En ze hadden alleen nog de hartjesversie die ik de eerste keer niet had gekocht. Dus deze heb ik gelijk meegenomen. Want die andere draag ik ook heel vaak. Nu dus 1 euro. De achtergrond is ook echt geweldig. Leuk om als cadeautje te geven. En hier krijg je dus een tarotkaart aan met le, la,
La Morex? La Morex? Jongens, ik kan geen Frans, sorry. Krijg je in elk geval 2 hartjes. En er zitten ook 4 kleine lichtroze steentjes in. Heel klein, dus ik hoop dat jullie dat kunnen zien. Maar heel, heel erg mooi. Voor 1 euro nu. Dus daarvoor vond ik hem echt geweldig. Meegenomen gelijk. Want die andere 2 had ik al. Draag ik met veel plezier. Dan ook nieuw bij de oorbellen zag ik deze. En die vond ik echt heel erg mooi. Je krijgt namelijk een soort half ringetje eraan. En het lijkt alsof er een hartje aan bungelt. Maar die zit door een lusje heen. Dus hij kan er niet vanaf vallen. Het hartje is heel mooi gezet met allemaal kleine steentjes. En daaromheen zitten allemaal pareltjes. De laatste keer hadden ze ook een soort Libra set. Met dat je van die pareltjes eromheen uit hebt steken of steentjes. En dat vond ik zo mooi allemaal. Ik had alles meegenomen behalve de ketting. Want die hadden ze toen niet. Maar deze deed me daar heel erg aan denken. En ik hou van hartjes. Ik hou van goud. Ik hou van bling. Dus ja, ik raakte hier op slag verliefd op. Ik vind ze heel mooi. Vrij subtiel voor mijn doen. Maar echt heel erg vet. En deze was dus 3 euro. Wel nieuw prijs. Maar alsnog heel erg betaalbaar natuurlijk voor oorbellen. Dan ook waar ik het net over had. Die ketting, jongens. Ze hadden hem nu. Ik ben zo ontzettend blij. De vorige keer hadden ze hem niet. En ik baalde toen als een stekker. Maar nu hadden ze hem eindelijk in de weegschaal. Libra. Deze hebben dus in alle sterrenbeelden. Als eerste de ketting is prachtig. Want die is goud. Maar die heeft heel tof detail dat die helemaal draait. Ziet er heel mooi uit. En daaronder hebben we dus een bedel. Met het teken van de weegschaal erin. Met allemaal lijntjes. En eromheen zo uitstekend. Net als die oorbellen die ik net liet zien. Maar bij deze heeft hij allemaal steentjes die eruit steken. Ik vind het zo mooi. Echt, ik ben zo blij. Eigenlijk had ik gewoon gelijk 2 moeten meenemen. Want ik raak altijd kettingen kwijt helaas. Maar ik vind deze echt prachtig. En dus maar 3 euro. Daarvoor vind ik echt deze geweldig. Deze heb je nodig in je leven. En deze hebben ze dus in alle sterrenbeelden. Niet alleen in weegschaal. Dan ook, dit geldt niet echt als sieraden. Want het is eigenlijk bij de haarspulletjes. Maar ik laat het even tussendoor ook zien. Dit is namelijk een 4-pak van haarschuifjes. En ik vond deze echt heel, heel erg leuk. Alleen het probleem was dat de bovenste komt de hele tijd met een letter. En ze hadden niet meer de N. Die is bijna altijd al uitverkocht. Maar ze hadden nog wel de L. Dus ik dacht, nou, dan neem ik de L voor Luc, voor mijn verloofde. Ik dacht, dat is dan leuk. Hierin krijg je 4 schuifjes en ze zijn allemaal super blingy. Eentje dus heel simpel met een L. Een hele simpele zonder iets eraan. En dan hebben we, dat is denk ik mijn favoriete, de derde met de grotere 4 stenen erin. En eentje met 3 rijen met glitters. Vond het gewoon tof. En ik dacht, leuk voor in video's, want ik draag sowieso altijd dit gedeelte achter mijn oor. Ik dacht, misschien is het dan leuk dat ik een keertje hier zo een van die schuifjes doe. Dus daarvoor heb ik deze meegenomen. Vond ze heel leuk. Nu van 4 euro naar 2 euro. Dan ook bij de sale heb ik deze oorbellen. Heel simpel. Het zijn namelijk ringetjes. Maar wat ik zo leuk vind is dat ze in 2 delen zijn. Het is namelijk een vrij grotere ring en die is glad goud. En daarin zit er eentje met structuur. Een slag kleiner. En die ziet eruit alsof die gedraaid zeg maar is. Verder is het ook zo'n sluiting die erin klikt. Waar ik altijd heel erg fan van ben. Lekker makkelijk. Niet moeilijk doen. En deze was nu van 3 naar 1 euro. En deze hadden ze ook nog in het zilver. Maar ik heb alleen de gouden meegenomen. Want dat draag ik de laatste tijd meer. Maar deze vond ik echt heel tof voor 1 euro. En makkelijk te combineren met alles. En dan alweer als laatste kocht ik deze choker set. Ik draag chokers heel, heel erg vaak. En vooral die hele basics. Dus toen ik deze set zag, die was nu afgeprijsd van 4 naar 2 euro. En hierin krijg je maar liefst 6 chokers voor 2 euro. Dat is heel betaalbaar. We krijgen 1 hele simpele. Gewoon simpel goud. Eentje met wat verdikkingjes erin. Dan hebben we een simpel ketting choker. Een iets grotere ketting choker. Eentje met steentjes. En een wat grotere schakelchoker. Allemaal dus heel erg subtiel. Niet echt die de aandacht trekken. Maar dat vind ik heel erg fijn. Want dat maakt ze makkelijk te combineren. Normaal draag ik dan altijd een wat langere ketting. Chokertje erbij. Altijd top. En vooral de gouden dus draag ik de laatste tijd heel vaak. Raak ik dus ook heel erg vaak kwijt. Maar voor 2 euro heb ik er weer 6 bij. Dus daarvoor kon ik ze niet achterlaten. Nou, dat was dan alweer alles wat ik deze keer heb geshopt bij de Primark. Ik ben super super happy met al mijn aankopen. Lekker comfy kleding, sieraden, cadeautjes. Van alles en nog wat ook in de sale dus gevonden. Ik was helemaal happy. Want het scheelde mij heel veel geld op deze shoptrip. Want ik heb best wel wat gekocht ook. Laat me zoals altijd hier zo onder weten wat jouw favoriet was van deze video. En ik hoop natuurlijk heel heel erg dat jij het weer leuk vond om te kijken. Dan gaan we naar de shout-out voor vandaag. En voor vandaag is dat deze persoon. Super bedankt voor je liefde op mijn sociale media. Wordt ontzettend gewaardeerd. Wie nou ook heel erg graag een keertje voorbij komen in een van mijn filmpjes. Het enige wat je hoeft te doen is mij opvallen. Dat kan door middel van likes, reacties, fanaccount, fanart. Kan van alles en nog wat zijn als je maar me opvalt. En wie weet zie je zelf dan wel voorbij komen in een van mijn filmpjes. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel heel erg dat jij het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Is maar 1 druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En hopelijk zie ik jou dan weer in mijn volgende video. Doeg!